supermarkten die hebben de macht. Niet alleen omdat ze de suikerfabrieken tegen elkaar uit kunnen spelen, maar ook omdat zij bepalen wie markttoegang krijgt. Want we moeten niet vergeten hoe belangrijk zij zijn als schakel. Wanneer een supermarkt met jou geen handel meer doet, heb je geen toegang tot de markt. Nou, melkveehouders merken dat inmiddels nu er een overschot op de markt is. Gisteren heeft een grote groep Duitse melkveehouders het contract niet meer gekregen wat ze hadden met Friesland Campina. Dus zij kunnen de melk niet meer aanleveren, hebben daardoor ook geen toegang meer tot de markt. Maar ook melkfabrieken in Engeland krijgen hetzelfde te maken. De supermarkten nemen de melk niet meer af en het is einde verhaal. En dat is het huidige systeem zoals we dat kennen. Als we dan kijken naar de eisen van een European Milk Board, die ook in de film al zijn genoemd, dan willen wij geen onevenredig hoge melkprijs. Nee, we willen een melkprijs die op de kosten is gebaseerd, omdat je anders de bedrijven uitvalt. Maar we willen ook een flexibel melkquotum en voor de quotumaanpassing moet dan wel die kostendekkende melkprijs het uitgangspunt zijn. Er moeten quotumreserves opgebouwd kunnen worden, die al nagelang de ruimte in de markt aan die markt kunnen worden toegevoegd. Want als je op een gegeven moment wordt geconfronteerd met een tekort op de markt, dan moeten we ook vrij snel daarop kunnen reageren, zodat je die hoge pieken in de markt niet krijgt. De EU die zou eigenlijk melkquotum uit de markt moeten gaan leasen. Geen interventiegeld, maar gebruik het maar om melkrecht uit de markt te leasen. Dan heb je geen voorraadvorming en dan heb je dus veel minder kosten. En toch kan je op een snelle manier de markt opschalen. De quotumuitbreiding, ja, daar hebben we momenteel helemaal geen behoefte aan in deze overvolle markt. Dat zou je uit moeten stellen. De vetcorrectie levert ook weer meer melk op de markt waar we geen behoefte aan hebben. Moet je uitstellen. Maar er moet ook een wettelijk kader komen zodat de melkveehouders kunnen onderhandelen. Maar ook dat ze in staat worden gesteld om een reservepot te vormen. Als je net als in Amerika een reservepot koopt, dan kan je ook bijvoorbeeld melkrechten uit de markt leasen. Melkrechten die dan ook vervolgens niet gemolken moeten worden. Dus dat heeft consequenties voor de verrekening. En die overtollige producten die er nu zijn en die straks nog maandenlang de markt zullen belasten, die zullen onschadelijk uit de markt moeten worden gehaald, zodat wanneer dan straks de markt weer omhoog gaat, het herstel van de melkprijs heel snel merkbaar zal zijn. Nou, de European Milk Board is bezig om de laatste hand te leggen aan een heel gedetailleerd marktreguleringssysteem. We hebben tot deze lijst besloten in Brussel op 18 en 19 februari, maar er wordt echt een heel secuur, gedetailleerd plan opgezet waarbij je echt straks de markt flexibel kan maken. Liberalisatie in de vorm van een stuurloos schip, waarbij niemand de koers uitzet, niemand het roer vast heeft en niemand de diepte van het water peilt, is gedoemd schipbreuk te leiden. De markt heeft regels nodig. Dat is gebleken uit de effecten van het liberaliseren van het bankwezen. En dat zal nu opnieuw gebeuren. Wanneer we marktgericht moeten gaan produceren, zoals de EU van ons vraagt, dan moeten wij als uitgangspunt hebben dat er marktmonitoring plaatsvindt. Dat kan alleen een opdracht van een overkoepelende overheid, omdat zij de onafhankelijkheid hebben om daarop toe te zien. Er moet ook een kostprijsmonitoring komen, waarbij de kosten van alle posten die op de balans staan, meegenomen moeten worden. Daarbij, en dat is essentieel, moet er marktbescherming zijn, wat nu ook mogelijk is binnen de WTO. De kwaliteitseisen die we hier in Europa opgelegd krijgen om onze Europese consumenten van het voedselpakket te garanderen, die moeten niet getorpedeerd worden door invoer die daar niet aan voldoet. Wat voor ons geldt moet ook voor een ander gelden en anders moet het er gewoon niet komen. Dat is niet alleen om de consument te beschermen, maar ook om ons te beschermen tegen concurrentievervalsingen. Produceren wat de markt vraagt voor een kostendekkende melkprijs, dat levert welvaart op en stabiliteit. Stabiliteit omdat er geen pieken en zware dalen in de markt ontstaan. En dat voorkomt dat speculanten, zoals in 2007, op die markt springen en de prijzen nog torenhoog opjagen. Waardoor de markt voor zuivelproducten steeds kleiner wordt, omdat je op die hoge pieken vraaguitval krijgt. De zware dalen die zijn even schadelijk, omdat ze de boeren aan de rand van de afgrond brengen en de bedrijven uithollen. En we zien ook inmiddels de eerste melkveehouders in Europa werkelijk stoppen door deze lage melkprijs. Niemand kan beneden de kostprijs melken. De liberalisering leidt op geen enkele wijze tot welvaart.
Onze dumpingspraktijken leveren armoede op in de derde wereld, maar leveren ook op dat de mensen daar arm blijven. En als die boeren daar niet gaan, dan blijven ze arm. Dat is dus een korte termijn theorie. Deze melkveehouders die kunnen namelijk tegen onze prijzen niet concurreren. En we moeten niet vergeten dat 85% van de mensen in de wereld die armoede lijden, die zijn boeren. Dat is een gegeven dat het huidige systeem niet deugt. Het wordt tijd dat we het roer in handen nemen en een andere koers uit gaan zetten. DNB die is daartoe bereid en de boeren die erbij aangesloten zijn ook. Maar het is niet alleen een systeem van ons. Niet alleen wij hebben de verantwoordelijkheid, we hebben allemaal die verantwoordelijkheid. Het is de taak van ons allemaal.